Ja, dat was dus even po-nieuws. Ik was wel weer een beetje positief hoor. Ik hoop ook dat ze de bezwaren die ik heb en dat die dingen ook omhoog en omlaag gaan, dat ze dat meenemen in de uitzending. Maar ja, ik neem 10 minuten opname en in 2 minuten moet dat dan allemaal gebeuren. Ja, de Bitcoin is natuurlijk enorm gestegen. Bijna een factor 8 in een jaar tijd. En dat heeft op een gegeven moment de mensen zeg maar tot interesse gebracht. Maar 135.000 mensen hebben maar Bitcoin in Nederland. 150.000 staan klaar om het op een gegeven moment te gaan kopen. Het is nog steeds een heel klein gedeelte A van de rijkdom die we als Nederland hebben en B van de mensen die er eigenlijk gebruik van maken. Er zijn een aantal miljonairs, Bitcoin-miljonairs in Nederland. Waarschijnlijk wel tientallen, zo niet honderden. En die gaan we een aantal ontmoeten op 29 november. Dan hebben we de Crypto Investment Summit. In Ede. Dus als je dat interessant vindt, dan moet je kijken van hoe kun je nou investeren in cryptocurrency, wat zijn de voor- en de nadelen. Gaat niet alleen maar omhoog, gaat ook omlaag, maar overal is het een fantastische opportunity om naar die hele cryptocurrencies te gaan kijken. En ik heb ze ook allemaal in 3 minuten een wallet laten installeren, de Jax Wallet, JAXX, en ik heb ze allemaal gewoon wat geld gestuurd. Een duizendste bitcoin, dat is ongeveer €5,60. Dat was 2 maanden geleden nog €3 en nu is het alweer €5 en die heb ik ze gegeven en dan weten ze hoe je op een gegeven moment bitcoins hebt en dan kunnen ze zelf ook bij Bitonic bijvoorbeeld, bitonic.nl, kunnen ze dan zelf gewoon wat bij gaan kopen en dan zien ze hoe dat werkt en elke keer moet je dat weer gewoon gaan vertellen, maar dat kan in een paar minuten. Kijk hoe ze dat hebben samengevat in 1,5 minuut bij Po-nieuws vanavond.